Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Goal Promotions en de supportersvereniging Go Ahead Eagles. Hans, welkom weer op de bank. Dank je. We moeten het er toch over hebben. Afgelopen vrijdag, Rode JC uit. Je was ziek, denk ik, na die tijd. Nou ja, eigenlijk willen we het maar vergeten, want ik kan toch niet meer terugdraaien. Maar ja, deze wedstrijd is onmogelijk om een verliezend af te sluiten. Als je zoveel kansen krijgt en zoveel momenten en zo dik bovenliggende partij voetbal had gezien. Ja, dan is het af en toe is het best wel eens oneerlijk hoe het verdeeld wordt. Maar dan ben je zelf ook schuldig aan, want je had hem gewoon even tussen de palen moeten douwen. Ja, dat wilde ik namelijk vragen. Ja. Van, waar ligt het bij de ploeg aan? Genoeg kansen gecreëerd? Niet genoeg gebruik gemaakt van de ruimtes? Jawel, juist wel. Als je ziet hoe wij zeker de eerste helft van 4-5 momenten hebben dat we doorkomen aan de zijkant. Ja. Met Elvis en met Marcel. Twee keer met Jorginho. Ja, dat zijn net de laatste balletjes. Ze waren niet zuiver en scherp genoeg. Ene keer, dan merk je ook het, de bal zeg maar, van Antonia richting Elvis. Nou, normaal geeft hij die volle bak vooruit. En nou was hij waarschijnlijk ietsjes te voorzichtig met dat kunstgras. Dat hij toch te hard zou gaan. Dus ja, de verdedigen net op tijd terug. Maar dat waren wel de momenten. En na rust hebben we natuurlijk 4-5 momenten gekend om hem. Dan komen we maar weer terug op Sam. Als hij eigenlijk alleen maar tegenhoudt, dan gaat hij erin. En als hij dan je ogen dicht doet, dan kan je het haast niet geloven dat hij naast ging. Maar ja, dat kreeg te veel tijd. Ja, maar dat zijn de momenten en die moet je pakken. En als je die dan niet pakt, ja, dan weet je altijd wel dat je een kans of een goal tegen kan krijgen. En die viel dan ook nog eens uit een niet goed moment om te dekken. Daar kun je dan ook wel een beetje kritisch op zijn. Was je dat na die tijd ook op die jongens? Ja, wel, natuurlijk. Weet je, als je het belang van de wedstrijd weet en het programma wat aankomt, dan hadden die drie punten echt noodzakelijk geweest. He, want dan heb je wat ruimte met Den Haag en met Roda. Nou, die anderen zullen ook nog wel punten onderweg verliezen. Wij dus ook. Alleen het had zo lekker geweest als je een stuk ervan af had gezeten. Maar dat is niet zo. Dus uiteindelijk moet je. Na maandag, waarbij je toch nog wel een zwaar hoofd hebt van het niet winnen van Baroda. Ja, moet je de knop weer omzetten en naar Vitesse doen. Maandag knijter hard getraind? Nou, maandag en dinsdag. Dat is meestal wel. Hè. Maar we hebben een lange week. Dus je kon die maandag en die dinsdag kon je wat uitgebreider, wat langer trainen en wat pittiger. Nou, dan is het weer, vandaag is het ons oude ritme oppakken. Klein en scherp. En dan morgen weer richting 11-11. Over trainen gesproken, wie trainde er allemaal mee? Dat is volgens mij een waardevolle bak. Ja, we hadden iedereen aan boord. Alleen de jongens die wat langdurig zijn, Tom Dame, Lars Lamboy en Chris David, die hebben nog niet aangepikt. Lars vanmorgen wel wat meegenomen aan paarse trappen. Hè? Dus, maar oké, voordat hij weer wedstrijdfit is, duurt het ook al een tijdje. En Tom heeft nog niet met de groep meegedaan. Dus dat zal ook nog even duren. Maar alle 18 en plus 2 keepers. We waren allemaal op het veld en alles volledig uit kunnen trainen. Top. Zondag Vitesse staat te wachten. Moet je keuzes gaan maken? Ja, maar dat is normaal. Hè. Die heb je iedere week. En of je dan uit 14 moet kiezen of uit 20. Dat is, sommige posities zijn gewoon voorhanden. We weten dat Sander Duits weer terugkomt. En dat lijkt me niet meer dan logisch dat hij ook weer de plek op het middenveld ergens in gaat nemen. Ja, dan zou je wat moeten gaan schuiven of verleggen. Oké, daar hebben we nog advies voor. Dus daar houden we nog even voor onszelf. Rietsmaaier deed het erg goed als linksachter. Ja. Misschien wel een revelatie. Het kan als je in deze plek wel eens even kosten. Ja, maar oké. Ook Rots die heb ik deze week weer bekeken. En als je dan ziet hoe die gas geeft op de training. Dus het houdt elkaar wel scherp. En dat is, het is wel mooi. En we hebben natuurlijk wel eens periode gehad als we wisselden. Dat het was het wisselen om het wisselen. Of dat jongens die zeg maar eruit moesten om gewisseld te worden. Dat ze het, zeg maar, dat we wisten dat we na een uur dat ze eraf moesten. Ja, en nu zie je dat iedereen gewoon volle bak kan spelen. Dus in je concurrentie is dat mooi. Sportieve concurrentie.
situatie. Maar ook als je wisselt, dan word je er niet minder van. En dat is wel prettig. Nee, het is niet minder inderdaad. Precies, ja, dat is wel lekker, prettig. Lekker voor een coach. Ja, absoluut, maar ook voor de ploeg. Hè? Want als nummer 1 wegvalt, dan nummer 2 kan er staan. Of er nummer 2 een keer op en nummer 1 moet er weer op. Ja, dat is nou eenmaal zo in de sport, want je mag er maar 11 opstellen. En als je dan ter beschikking hebt op jongens die allemaal willen, één doel voor ogen hebben. Ja, dan is dat heerlijk om te werken met die gasten. Vitesse, komende tegenstander. Ik kan me de wedstrijd herinneren in Gelredoom. Ja. Misschien wel meer ingezeten dan de verliesport. Ja, maar die hebben we wel meer gehad, hè, onderweg. stukje gewenning, Eredivisie. We hebben het er ook over, noem maar even, van de week met Roda, geloof ik, anderhalve kans gehad, 1 erin. Ja. Dus dat is de Eredivisie. Je mag eigenlijk nooit fouten maken. En dat zie je Europees ook. Wat ploegen die wat minder sterk zijn, Europees, die dan ook zo'n soort calls tegen krijgen. Dus het bepaalt altijd wel het kwaliteitsverschil en dan individuele kwaliteiten bij clubs. Nou, bij Vitesse lopen er een paar. Die hebben een aardige individuele kwaliteit. Maar ik denk dat wij als collectief een aardig streepje voor hebben op hun. Hè? Want wij zijn gewoon één met wat hier moet gebeuren, dat weten we. Met de mensen die we weer, die weer helemaal, zo achter de ploeg staan, heb je gezien tegen de Haag hier zo. Dat is gewoon de 12e man en die zou je toch weer naar een bepaalde hoogte moeten brengen. En dat is niet elke keer maar om het aan te halen, maar het is gewoon zo. Thuis was dat die we tegen Vitesse mogen spelen. Moeten wij als collectief wel 100% zijn. Plus de mensen erachter op de tribune, dan moeten we Vitesse weer bestrijden. Die op bepaalde posities wel kwaliteit bezitten, individueel. Maar oké, als we dat uit kunnen schakelen, dan kunnen we een mooi resultaat halen. Nou, je vertelde al, dat is een pittere reeks die eraan zit te komen. Kan ook maar zo eens aan het eind van de rit weinig punten opleveren, die reeks. Ja, maar oké, weet je, Feyenoord thuis zat er ook tussen, had ook niemand ons ingeschat. We hebben PSV, hebben we tot de 78e minuut op 0-0, gaan we uit. Groningen uit 0-0, wat hadden die AZ? Gingen we met de rust naar 0-0 naar binnen waar we voor moeten staan. Dus er zijn heel veel momenten dat er zit. Maar oké, uiteindelijk heb je met Vitesse, Heerenveen uit, PSV thuis. Het zijn niet de makkelijkste, want volgens mij is dat de top 6. Nou ja, oké, dan ligt de druk niet bij ons, hè, want dan mag je winnen. En je hoeft niet daarin, want dat zijn de clubs waar je van kan verliezen. Maar de serie die er weer na komt, ja, dat is weer de groep die dichtbij je staat. En dat zijn wel weer om te wedijveren. Maar alles wat je meepakt tegen Vitesse, gaan we alles aan doen om de punten naar huis te halen. Heerenveen uit zal lastig worden, maar ook daar is wat te doen. En dan heb je PSV. Ja, dan volgens mij hebben we dan eens Zwolle ook nog eens voor de deur. Dus het is natuurlijk voor een ploeg ook wel lekker als men de underdog is. Want de groep groeit wel ondertussen steeds verder door de hegemonie. Ja, maar het is wel zo dat we ook tegen die club uit een bepaalde stelling kunnen spelen. En daar zijn we natuurlijk wel uitermate gevaarlijk in. En ja, dat kunnen we goed gebruiken als dus ploegen. Vitesse niet, want die zullen hetzelfde spelletje spelen zoals thuis als uit. Toch wel ook op de omschakeling. Ja, als ze wat meer vooruit willen, nou, dat zou voor ons prettig zijn. Hè? Want dan kunnen we toch onze kwaliteit weer gebruiken. Maar oké, wij willen thuis toch altijd wel laten zien hoe het kan. Maar die andere ploegen, zeg maar, die willen dolgraag, zeg maar, PSV. Die heeft nog, dat hangt een beetje af van de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord. Dan heb je Heerenveen die voor Europees wil gaan. Dus ja, dan zullen ze ook wel dingen laten waar wij goed in zijn. En dan zullen ze toch wel, nadenken voordat ze dat opengooien. Je loert op je kansen. Ja, maar die kansen moeten we ook met beide handen aangrijpen. En dat hebben we niet tegen Roda gedaan, want daar begonnen we mee. En dat is dood en doodzonde, want dat had ook dik verdiend geweest als we hadden gewonnen. Maar het is niet zo, dus nu moeten we zondag weer. We gaan loeren. Komende zondag is Vitesse op bezoek, om 12:30 al. Ja. Rond lunchtijd. Mocht u de wedstrijd niet kunnen bijwonen hier in het stadion, dan nodig ik u uit om via Sportlive Deventer Radio te luisteren. Vanaf 12 uur is er uitzending, vanaf 12:30 natuurlijk verslag met 2 verslaggevers. En wij zitten hier volgende week weer. Hans, succes zondag. Doen we. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Goal Promotions en de supportersvereniging Go Ahead Eagles.